Hoi dames en heren, welkom weer bij een nieuwe aflevering. Vandaag gaan we verder in de Jungle Run van de Spa Resort. Zo, laten we verder gaan naar het bos. Oh, het is zo wederig en tropisch hier. Dat is wel het minste wat ik verwacht van de Spa Paradijs. Ja. Die dingen kapot slaan, want ja, anders kunnen we er niet echt doorheen zo. Dat is zo te zien moeten we een keuze maken. Ik denk dat we die kant op moeten, noem mij maar ook. Echt waar? Nou, ik denk dat we deze kant op moeten. Ik noem het mijn chemic gevoel. Nou. Ik vertrouw op de chemic. Een wijze beslissing. Dus je gaat die kant op. Wacht, er klopt iets niet. Heeft iemand nog... Er heeft nog nooit iemand zonder de twijfel mijn advies opgevolgd. Ik word er spontaan nerveus van. En hoorden jullie dat ook? Was het mijn verbeelding? We staan opnieuw voor een keuze. En je ziet, aangezien ik het bij het juiste eind had eerder en eigenlijk altijd... En eigenlijk altijd neem ik het aan dat je mij volgt. Ik weet dat Kemmick het eerste bij het juiste einde had en ik niet. Maar ik krijg weer zo'n eigenaardig gevoel bij dit pad. Ik weet verzeker je dat dit de juiste weg is. Heb ik het ooit eerder misgehad? Nou. Nee, ik word er ook een beetje bang van eigenlijk. Al dat geritsel door het bos. Wat een groot gat, joh. Oh. Legendarische ijzerschoenen. Woudreus, 105. We zijn aangekomen bij een open plek, maar ik zie niks wat op een bron wijst. Is dit het einde van het pad? Zo, dat was een gevecht, joh. Let op het nieuwtje. Wat is dat?
opnieuw een wegvertakking. Dus papa luistert ook. Ze hebben echt een terreinknecht nodig die ze advies even geven. Wat doen we nu? We gaan deze kant op. Luister eens, jonge meester. Laat ze niet simpelweg gokken. Nou, dat ga je niet leuk vinden, maar ik heb een sterk gevoel dat deze kant op moeten. En ik verzeker je dat het deze kant op is. Volg mij, volg mij, volg mij. Nou. Oh, jeetje. Jezus, moet je dat enge ding zien? Ik durf zelf niet eens te kijken, het is te eng. Dus dat was de oorzaak van het geritsel. Zie je dat? Het is vast komen te zitten onder de tak. Zo, we zijn eindelijk aan de overkant. Wat een opluchting. Wie is er klaar voor een warm bronbad? Oh, maar voor we verder gaan, je had het elke keer bij het juiste eind, Kemmik. Hoe denk je dat? Ja, hoe komt dat? Je speelde zeker vals met magie, hè? Mag geen jongen mee? Nee, joh. Nou, oh ja. Ik had niet geweten welke kant we op moesten als ik het niet eerst had verkeerd. Ha, daar is een punt. Dat zeker. Ah, we zijn er. Dit is zo cool. Ik heb eerder grote bomen gezien. Niet eens zo lang geleden zelfs. Ja, inderdaad, behoorlijk indrukwekkend. Maar wat vind je van die andere boom? Die boom waar al dat water uitstroomt, ligt die plek niet meer voor de hand van een warme bron? Oh nee, we moeten daar... Hoe moeten we daar nou komen? Ach, wat ken ik nou weer? Oeh. Hier, dat enge ding kan bomen beklimmen. Ja, waarom rende je nou opeens zo weg? Je had ons op zijn minst kunnen waarschuwen. En sorry daarvoor, zoals ik al eerder zei, is tijdig het hazenpad keuze de sleutel tot mijn succes. Ja.
Oh nee, ja, daar is hij alweer. Oh nee, rennen, 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 rennen voor je leven. Rennen voor je leven. Sorry, maar het was zo eng dat ik juist deed wat Kamek niet mocht doen van mij. Je snel dingen zonder na te denken wanneer je bang bent, hè? Maar maak je geen zorgen, onze waanzinnige sprint en magische heus de sprong hebben ons gered. En nu zijn we eindelijk hier. Ja, dat is wel zo. Oh, hallo, welkom. Je staat nu in een legendarische junglebron die bekend staat om zijn geweldige reinige eigenschap. Helaas staat hij nu ook bekend als gesloten. We zijn de stop al een hele tijd kwijt. Meen je dat? Dat kan toch niet? Ik bedoel, ik heb hier echt geen woorden voor. Weet je hoe lastig het is om deze plek te bereiken? Ik neem onmiddellijk ontslag. Oh nee. Nee, dat weten we niet. Maar we weten niet waar. Kunnen wij echt daar niet doorheen of zo? Ik had geraakt kunnen worden door dat ding. Dit is een duidelijke overtreding van de veiligheidsvoorschriften. Oh, bedankt dat je dat hebt geregeld hebt. Degene die dat normaal doen moet 3 weken van tevoren geboekt worden. Dit is ook een kwestie van wachten tot de bron gevuld is met water. Oké, de junglebron is klaar. Voor gebruik, sorry voor alles eigenlijk. Laten we erin gaan dan. Eindelijk kan niet wachten tot ik die smeerboel van mijn clowncapsule krijg. Kunnen ze hem ook weer in de was zetten. Jongen, meester, ik blijf wel heel lang ondergedompeld, is alles oké? Tada, hoe zie ik eruit? Ah, geweldig, de bron werkt precies zoals ik zei. Ik begon al te vrezen dat ik u in de besmeurde staat terug moest brengen naar uw vader. Oh ja, ja, het ziet er goed uit. Voelt goed, alles is goed. Ik had alleen het idee dat dit water een beetje koud was of zo. De koude bronnen. Jonge meester, uw groen is weer fris en geel en rood straalt helemaal. Zullen we gaan? Nee, deze bevalt me wel. Oh nee, gaat hier nog een keertje in? Nee, ja. Jonge meester, dit is lang genoeg. We moeten er echt van door. Wat? Wat? Ik schrok mijn hoedje. Ik dacht dat ik een spook zag. Ik voelde me alle eendracht trekken uit mijn led. Oh nee, ik voel me niet zo goed nou. Ik heb geen energie om te vechten of zelfs te klagen. Waarom blijft hij daar dan ook langer in zitten? Deze hete bron was een vloek. Een heel ontspannende, frissende vloek die al mijn poriën geopend heeft. We kunnen hem niet ontwassen, dus laten we maar verder gaan. Laten we eerst naar de bron gaan die de kreuken van de jonge meester herstellen. En vergeet je stempel niet, ik ben er klaar.
Ik ben echt klaar met al dat prongedoe. Vader, ga nooit in bad. En die voelt zich ook goed, prima. Bas schiet op en brengt hem naar de ronde. Oké, rustig aan. We zijn hier om te ontspannen. Ja. Zo. Helemaal voor je wegwezen. Hè, zo vol lijkt het toch niet. En al helemaal niet voor een paar plaatjes papier. Waarom kijk ik niet even of er nog een plekje in de hoek zit? Zeg maar toch tegen die mattelijke lichamen weer in volle glanzende glorie zien. En werkt het, jonge meester? Oh, ik heb ook echt zo zin in zo'n spa. Oh! Ik ben weer helemaal de oude en niet te voelen, niet te houden. Nou, die die scheuren zijn wel weg. Ik ben helemaal doorweekt en gerimpeld en dat maakt me helemaal niks uit. Nu is alles toch weer helemaal goed, toch? Niet helemaal. Ik ben nog steeds zo wit als sneeuw. Je weet vast niet wat dat is, aangezien alle sneeuw bij het kasteel meteen verdampt door al die lava bij het kasteel. Waar het om gaat, is dat ze nog niet helemaal klaar zijn. Met herstellen. Dat we er nog niet helemaal zijn met de herstel, jongeman. Nou, we hebben alle bronnen bezocht. Krijgen we daar niet een extra prijs voor? Behalve dan een stralend uit en serene rust in je ziel. Laten we die laatste tempel gaan halen. Dan komen we er vast achter. Ja, ze zijn wel een prijs verschuldigd voor al dat gebadder. Zucht, misschien heeft u wel gelijk. Ik weet niet wat de prijs is en ik kan me niet voorstellen dat we er iets aan gaan hebben gedaan. Maar het kan geen kwaad om me op te halen bij de receptie. Dan kan ik ook meteen een officiële klacht indienen. Nou, dat gaan we lekker bij de volgende aflevering doen. Dan gaan we eerst nog even de tempel halen hier. En dan... je hebt de laatste tempel. Gefeliciteerd bij de receptie, kun je de prijs ophalen. Dank u wel. Dus, ja. Wat leuk. Zo. Dank je wel, weer. Ik ga hier even staan, hoor. Dank je wel voor het kijken. En ik zie jullie weer bij de volgende aflevering. Bij nog dit paradijs. En de... speciale prijs. Doei!